Nou, goedenavond allemaal. Welkom bij Christ Channel. Vanavond gaan we het hebben over de eindtijd, leven in de eindtijd en over openbaringen. Met specifiek de eerste drie brieven. En ja, we gaan eerst beginnen met de eerste brief aan Efeze. Dit staat in Openbaringen 2, vers 1 tot en met 7. Dus voor de mensen online, als jullie meekijken, als jullie zelf mee willen lezen, dan zou ik jullie aanraden om Bijbel erbij te pakken en mee te gaan lezen. Ik ga nu eerst even een stukje voorlezen om, voor degenen die niet een Bijbel ter hand hebben. De brief aan Efeze. Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanningen en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hun op de proef gesteld hebt. Die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat gij hun leugenaars hebt bevonden. En gij hebt volharding en hebt verdragen om mijn naams wil en gij zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u. Doe weder uw eerste werken, maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat, wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Nou, hier lezen we natuurlijk dus een brief die specifiek gestuurd wordt aan de gemeente Efeze. En ja, deze brief zul je misschien denken van, dat is misschien alleen toepasselijk voor de tijd dat het toen geschreven is. En dat is natuurlijk al een aantal jaren geleden. Maar ik zou willen zeggen dat deze brief nog steeds op de dag van vandaag relevant is. Ik denk niet dat er specifiek alleen aan de gemeente Efeze geschreven wordt, maar ook aan gemeentes zoals ons of andere gemeentes die kunnen deze dingen hierop toepassen. En sterker nog, ik zou willen zeggen dat het misschien wel niet per se alleen toepasselijk is op de gemeente, maar ook op jezelf. Dus ik zou mensen ook heel erg aan willen raden om deze brieven te lezen en om bij jezelf na te gaan van wat zijn dingen die misschien in de gemeente valkuilen zijn die hierin genoemd worden en wat zijn misschien bepaalde dingen die ik zelf beter zou kunnen doen. Dorothea, jij hebt het ook gelezen, ik heb een stukje voorgelezen. Ja. Heb jij bepaalde opmerkingen? Vragen. Nou, ik denk wel dat je daarin wel gelijk hebt, dat het wel degelijk belangrijk is, dat het ook heel veelzeggend is voor nu, voor hoe je nu leeft en dat het belangrijk is dat je heel dicht bij God leeft. Vooral ook omdat Jezus zegt van, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verzaakt hebt. Ja. Ja. Dat, vooral dit springt er ook echt uit in dit hoofdstuk, vind ik. En hoe zou je dat zelf omschrijven bij onze gemeente? Van hoe zie je dat? Zie je dat hier in deze gemeente terug? Of in jezelf dat je denkt van, nou, ik ben daar wel mee bezig? Nou, voor zover ik het zo... Kijk, ja, ik kan niet in ieders hart kijken natuurlijk, maar ik denk wel dat wij wel echt bezig zijn om God te zoeken. Ja. En er serieus mee bezig te zijn. Ja. Ja, ik denk wel dat wij er wel mee bezig zijn. En ook in je persoonlijk leven van, zorgen voor dat je echt tijd vrijmaakt voor God. Dat je niet je agenda helemaal
druk bezet hebt, maar dat je echt serieus, dat je echt stille tijd ook neemt voor de Heer. Zoals Bijbel lezen en bidden en ja. En, heb je, en wat denk jij dat in deze brief bedoeld wordt met het verliezen van de liefde, de eerste liefde? Wat daarmee bedoeld wordt? Ja. Nou, dat je het allemaal niet meer zo nauw neemt en dat je er niet meer zo serieus mee bezig bent en dat je God niet meer zo, ja, echt van harte dient. Dat je een beetje, ja, wat God ook zegt over lauwheid, dat je dan misschien druk bezig bent met allemaal andere dingen en je gaat niet meer echt naar de kerk toe. Maar je neemt het allemaal niet meer zo serieus. Kijk, ik denk dat je het kan vergelijken met een relatie die je met iemand hebt. Het is gewoon belangrijk dat je met elkaar praat, dat je aandacht hebt voor elkaar. En dat je elkaar liefde geeft. Maar als je dat niet doet, of je laatste week hoor je niks van iemand, of je doet helemaal niks. Ja, dat is gewoon, dat is eigenlijk hetzelfde, denk ik. En hoe zoek jij zelf, of hoe onderhoud jij je relatie met Jezus of met God? Wat doe jij er zelf aan om aan jullie relatie te werken? Want God zegt, iedereen heeft een relatie natuurlijk met God en met Jezus. Voor jezelf een tijd nemen. En liefst ook een beetje regelmatig om toch contact te hebben met God. Stille tijd te hebben. Bijbel lezen en bidden. En God loven en prijzen. En gewoon bezig zijn met de dingen van de Heer. En ook trouw zijn om een gemeente op te zoeken en elkaar op te zoeken, elkaar te bemoedigen, elkaar lief te hebben. Kijk, je kan wel halleluja en de Heer loven en prijzen, maar als jij ziet dat jouw broeder gebrek heeft, of als jij ziet in jouw straat dat iemand honger lijdt en je loopt eraan voorbij. Nou, ik denk dat geen ware godsdienst is. Ware godsdienst is ook de dingen in de praktijk brengen. Zoals Jezus ook was. Want hij, natuurlijk had hij ook contact met zijn vader. Maar hij ging ook, hij was ook echt voor de mensen. En ik denk dat wij hem moeten navolgen daarin. Ja. Ik denk dat ik het zo zie ongeveer. En ervaar je zelf ook aan mensen, als je mensen ontmoet, van oh, die heeft echt, die draagt echt de liefde van God uit? Of misschien iemand die zegt van ik ben wel christen, maar misschien dat je dat minder van merkt, of heb je dat niet? Ja, je ziet wel bij sommige mensen wel echt dat ze liefdevol zijn. En ik vind het soms wel eens beschamend, want soms valt het me ook wel eens op dat mensen die eigenlijk niet naar de kerk gaan, soms nog liever, soms nog meer dingen doen voor een ander dan mensen in de kerk. Waar denk je dat die mensen in de kerk, die dat misschien wat minder zouden hebben, waar denk je dat waar dat van weg zou kunnen komen? Ja, of ze zijn er nog niet zo serieus mee bezig. Of ze vinden dat nog niet zo belangrijk. Maar ja, ik wil helemaal niet oordelen hoor. Want kijk, je kan ook in een situatie zijn dat je het zelf heel moeilijk hebt. En dat je het gewoon ook even niet kan. Dat kan. Ja. Je hebt soms mensen die emotioneel helemaal verwond zijn. Die hebben vaak zelfs nog weer liefde nodig van iemand anders. Ja. Kijk, je kan niet
als je zelf helemaal in de put zit of depressief bent, ja, dan is het ook vaak heel moeilijk om dan dingen te doen voor een ander. Dus ja, ik wil er ook verder niet over oordelen. Maar normaal gesproken, ja, als je echt ja, gewoon goed te pas bent, dan vraagt God het wel van je. Denk je ook dat er misschien een stukje bekering soms nodig is om weer de liefde van God uit te kunnen dragen? Dat je toch... Zeker. Bekering is heel belangrijk, ja. Als je tijd misschien wel zonder begaan bent, maar je bijvoorbeeld niet jezelf daarvan bekeert of dat aan God gegeven, dat je misschien je hart een beetje, nou ja, hoe noem je dat, verzwaard zou worden en dat je daardoor het ook moeilijker de liefde van God uit kan dragen? Ik denk dat dat zeker een rol speelt, ja. Het is wel belangrijk dat je... Kijk, je moet eigenlijk ook steeds weer bidden aan God, hè, of hij je hart vult. Je moet, vul mij weer opnieuw met uw Heilige Geest. Jezus zegt ook van, zonder mij kun je niks doen. Je hebt Jezus nodig om goede werken te doen, want anders ga je het in eigen kracht doen. En denk je dat in zekere zin dat ook met het, de eerste liefde van Jezus, of dat de eerste liefde eigenlijk Jezus is? Dat denk ik wel, ja. Dus, ja. Dus dat in de brief onder andere staat van jullie zijn de eerste liefde verloren. Dus eigenlijk dat ze Jezus misschien een beetje uit hun ogen verloren zijn. Ja, ik denk zeker dat dat zo is, ja. En wat zou dan een goed iets zijn voor de mensen die misschien de kijkers online, die Jezus misschien niet zo goed kennen of misschien juist wel maar een beetje, nou ja, wat minder vurig van de Heer zijn, wat zou je hun willen adviseren? Ik zou zeggen, ja, bekeer je. Ga weer op je knieën. Ga weer vragen aan de Heer. Heer, vergeef me dat ik een beetje ben afgedwaald of afgegleden. Wilt u toch weer de eerste liefde, wilt u toch weer het vuur opnieuw aansteken in mijn hart? Ga Gods woord weer lezen, want door het lezen van Gods woord raakt de Heer je vaak ook weer aan. En ja, neem het weer serieus, pak het weer op. Dat is het enige wat ik... door het lezen van het woord van God kan God aan het werk gaan in je leven. En denk je ook dat bijvoorbeeld de geboden, in zekere zin het vasthouden van geboden ook, het soort uitdragen van de liefde van God is. Dus dat door zijn geboden op te volgen en proberen zo goed mogelijk en naar de regels die God voor ons opgesteld heeft, dat dat in zekere zin ook het liefde uitdragen van God is? Ik denk het zeker. Maar je moet je wel laten leiden door de Heilige Geest. Ja. Want anders dan... Kijk, je hebt ook mensen die zijn wetties. En je moet dit doen en je moet dat doen en je moet zus en je moet zo. Maar het is bij God niet een moet. Hè? Er zit wel een verschil in. Je gaat uit liefde. Kijk, ik noem even een voorbeeld. God zegt bijvoorbeeld in zijn woord, heeft God het over boosheid. Hè? Van dat je moet leren beheersen met boosheid. En daar geeft God regels over in zijn woord. En ja, probeer dat toe te passen in je leven. Gewoon wat in Gods woord staat, probeer dat toe te passen. En uit jezelf kun je het ook niet. Je hebt de Heilige Geest ook nodig. Want ook de vruchten van de Geest, hè, die in Galaten 5 beschreven staan. Over liefde, vriendelijkheid, zelfbeheersing... trouw, ik weet niet of ik ze nou zo gauw om kan zeggen, maar goed, die vruchten van de Geest, ja, zet je hart open ervoor, geduld, dat zijn allemaal, kijk, want dat komt allemaal in één, dus allemaal, heeft allemaal met liefde te maken. Ja, en Jezus, ik heb een mooi boek hierin, er staat ook iets over in van, Jezus biedt zichzelf aan als de boom des levens.
Als we van hem eten en drinken, zullen we liefde, leven en kracht ontvangen. Hij wil een liefdesrelatie met ons. Ja. Zou dat, en ik had opgeschreven in vers 9 van Johannes, zegt God ook, zoals de Vader mij lief had, zo heb ik jullie lief. Blijf in mijn liefde, als je mijn geboden naleeft, zul je in mijn liefde blijven, net als ik in mijn Vaders liefde ben. Heb gehouden in zijn liefde ben. Dus hij heeft de geboden van God gehouden zelf en daardoor in de liefde van God gebleven. Ja, dat onderhouden van Gods geboden is wel belangrijk. Want Jezus heeft het ook over de wijnstok, hè, en de ranken. Dus je moet gewoon leven uit de geest. En als je dat niet gaat doen, dan sterf je af van de rank. Denk je dan ook dat daarmee bedoeld wordt als het afsterven, dat het dan misschien een beetje het afsterven van de Heilige Geest is in jou? Ik denk het wel. En ergens anders in Gods woord staat ook dat je de Heilige Geest kunt bedroeven. Mm. Als je echt niet meer doet wat God zegt en je neemt het allemaal niet meer zo nauw, dan bedroef je de Heilige Geest. Ja. Ja. Dus hoe meer je open staat voor God, hoe meer de Heilige Geest dan ook ruimte in je krijgt, hoe meer God ook door je heen kan doen. Ja, ja. En denk je ook dat dat Gods verlangen is? Zeg maar dat wij vol passie eigenlijk en vol liefde van Jezus zijn? Ja, ik denk dat de Heer dat heel fijn vindt. Dat daar wordt God heel blij van als hij dat ziet van ons. Ja. En want ergens staat ook in Gods woord van als jij doet wat God wil, dan word je ook heel innerlijk ook heel blij van binnen. En dat is de blijdschap van de Heilige Geest. Als jij bijvoorbeeld als God jou een opdracht geeft en je vindt dat eigenlijk moeilijk en je wilt eigenlijk niet. Want ja, je hebt nou eenmaal te strijden tegen, te vechten tegen je eigen zondige ik. Je hebt vaak geen zin, soms heb je geen zin erin om dingen te doen. Of je bent bang voor iets, maar je gaat het toch doen. Dan ben je daarna heel blij. Tenminste, ik ervaar dat wel. Als je echt dan iets, want dan heb je iets overwonnen. God zegt ook, hè, van overwin het kwade door het goede. Dus je moet er tegen ingaan. Je moet soms echt tegen jezelf ingaan. Jijzelf wil het niet, maar de Heilige Geest zegt, doe het nou maar. En als je het dan doet en je geeft je eraan over, ja, daar word je helemaal blij. Ja. Word je echt blij van. Denk je dan dat als je de boodschap hieruit zou halen, en je zou een korte samenvatting maken, wat denk je dan dat de boodschap van dit verhaal is? Of van deze brief, dat er een feest is geschreven? Wat ik hieruit vind springen is dat Jezus echt waarschuwt van kom weer tot mij. Blijf bij mij. En en dan dat God dan ook die belofte geeft van, want dan zul je ook eten van de levensboom. Ik denk dat dit wel de kern is van echt het liefhebben van de Heer. Dat is echt heel belangrijk. Ja, en ik denk misschien ook daarbij komend van, als je natuurlijk om wat ik zeg van de eerste liefde, dat God, Jezus de eerste liefde was, en als je dat achter, als dat vervolgens niet meer is, dat op het moment dat je dat weer herstellen, zeg maar die relatie, dat je ook jezelf weer opnieuw moet bekeren, denk ik. Ik denk dat ook een belangrijk onderdeel daarvan is. Ja, dat heeft ook met bekering te maken, dat je weer terug moet gaan naar God. Dat heeft ook met de bekering te maken, om van de Heer, ik, want je moet,
je fouten toegeven van Heer, ik ben slordig geweest of ik ben weer nalatig geweest en ja, wilt u alsjeblieft geven dat ik weer serieus ermee omga en ja. Dus voor de mensen thuis, dan zou je hun dus willen aanraden voor de mensen die zich misschien aangesproken voelen, of voor de gemeente om dan weer terug te komen bij God en zich bij God ook weer willen bekeren. Dus, om hun relatie weer te herstellen bij Jezus. Ja, dat is heel belangrijk. Dat is de boodschap van ga weer terug naar God. Het is gewoon heel gevaarlijk om buiten God te leven. En, want alleen in Jezus heb je leven. Ja. En ja, ook de waarschuwing die Jezus ook geeft van ja, als je er niet naar luistert, dan neemt God de kandelaar weg, hè? Dan kijk, je dooft de Heilige Geest uit. Ja. Dan gaat God eigenlijk een beetje van je weg. Ja. En als je echt blijft volharden in niet luisteren naar God en je wil echt niet meer, ja, dan dat is ook echt heel, heel gevaarlijk. Als je de weg hebt geweten en je doet het niet meer, dan heb je later een nog zwaardere straf bij het eindoordeel. Ja. Dat is ook heel echt een waarschuwing. Ja. Ja. Ik denk dat het heel goed is om dat er ook bij te benoemen. Ja. Nou, ik denk dat we daar de eerste brief wel aardig besproken hebben. Of had je nog bepaalde opmerkingen? Nee, ja, ik denk dat er zo wel gezegd is wat gezegd moet worden. Helemaal goed. Dan wil ik voor nu de kijkers bedanken voor jullie tijd. En ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Dat jullie hier zelf mee bezig zullen gaan. En ook het woord lezen en gaan kijken van wat kunnen we toepassen in onze eigen gemeente of in onszelf. Om dit echt in je hart eraan te gaan werken en jezelf dichter bij God te brengen. En dan wil ik jullie bedanken.